Jaren geleden heeft de echtgenote van een spoorloos verdwenen man me eens in tranen opgebiecht dat ze heimelijk jaloers was op vrouwen in mijn programma van wie de partner dood, vermoord was teruggevonden. Want deze vrouwen wisten tenminste wat er met hun geliefde gebeurd was, konden het een plaats geven. Terwijl haar leven elke minuut werd beheerst en gekweld door de vraag waar haar echtgenoot in hemelsnaam was gebleven. Zo erg is een verdwijning. Goedenavond, welkom bij het programma dat onderzoekt, ontmaskert, aanklaagt, verdedigt en vanavond licht probeert te brengen in de raadselachtige, gekmakende verdwijning van Herman Ploegstra uit het Zeeuwse dorpje IJsendijken. De 35-jarige kraanmachinist is nu een jaar lang spoorloos en zijn vrouw en hun 9-jarig dochtertje vragen zich wanhopig af waar hij is gebleven. Aanvankelijk leek het alsof er niets in het geregelde dorpse leventje van Herman was dat zijn verdwijning kon verklaren. Maar inmiddels blijkt dat het land waar het leven goed is toch het decor was van allerlei onverkwikkelijke, mysterieuze gebeurtenissen. Kijk en help mee om deze raadselachtige verdwijning op te lossen. IJsendijken, een dorpje in Zeeuws-Vlaanderen, net boven de grens met België, met ruim 2000 inwoners. Omdat veel landeigenaren vroeger van Waalse of Franse komaf waren en er volop Frans werd gesproken, wordt IJsendijken ook wel Petit Paris genoemd. Misdaad lijkt ver weg hier in Zeeuws-Vlaanderen. Wellicht de reden dat ons programma er in 16 jaar tijd niet één uitzending heeft gemaakt. Moord en doodslag in Zeeland spelen zich meestal af aan de andere kant van de Westerschelde-tunnel in Middelburg, Vlissingen of Goes. In IJsendijken is een gekantelde trekker eigenlijk al nieuws. Maar nu al een jaar is het dorp in de greep van een mysterieuze vermissingszaak. Het gaat om de abrupte verdwijning van Herman Ploegstra. Een 35-jarige kraanmachinist die met zijn gezin ogenschijnlijk een normaal leventje leidde. Hij verdween op een gure najaarsdag na een avondje sporten zonder een spoor achter te laten. Het is even voor 11:30 in de avond. Een harde zuidwester jaagt over het kale Zeeuws-Vlaamse landschap. Op de Duivelshoekse weg bij Breskens rijdt Gerard Tollenaar met een flinke vaart over de polderwegen. Tollenaar is een vriend van Ploegstra. Hij is een kwartier eerder gebeld door diens vrouw Sandra. Ze is ongerust, want Herman is niet thuisgekomen na een avondje sporten. Ploegstra, die bij de vrijwillige brandweer zit, was om 7:15 van huis gegaan en zou na het sporten nog even een vuilcontainer buiten zetten bij de brandweerpost. Daarna zou hij meteen naar huis komen. Maar om 11:15 is hij er nog steeds niet. Zijn vrouw kan hem niet bereiken, want Herman heeft een werktelefoon die hij alleen overdag aan heeft. Op verzoek van Sandra is Tollenaar daarom op onderzoek uitgegaan. Hij rijdt de route die Ploegstra moet hebben gereden, maar dan omgekeerd. Van de Mauritsweg in IJsendijken via de Klakbaan naar de Duivelshoekse weg in Breskens. En daar, bij een terrein van het waterschap, op slechts 1 kilometer afstand van Herman's sportschool, ziet Tollenaar de zilvergrijze auto van Herman staan. De BMW X5 lijkt slordig tot stilstaan gebracht. Hij staat voor een hek met de linkerwiel op het wegdek en de rechterwiel in het gras. Tollenaar ziet geen rem- of slipsporen. Aan de bandensporen ziet hij wel dat de auto vanaf de Duivelshoekse weg via een grasberm naar deze plek is gereden. De auto is daarbij over 2 terugverende bermpaaltjes gereden. De deuren zijn niet vergrendeld en de sleutels zitten in het contact. Vreemd is ook dat de automatische versnelling niet in de parkeerstand staat, wat een soort tweede natuur is voor automaatrijders, maar op de D van Drive. Uit de hele situatie blijkt dat zich op deze plaats iets ongewoons heeft afgespeeld. Iets waarin Ploegstra mogelijk onvrijwillig betrokken is geraakt. Is hij hier soms tot stoppen gedwongen? Dan ziet Tollenaar de portemonnee van zijn maat links naast de auto op de grond liggen.
Ook Ploegstra's brandweersemafoon ligt op straat. Wat Tollenaar zeer bevreemd. Want Herman was ongeveer getrouwd met zijn pieper. Op de mat onder het stuur ligt een etui voor een mobieltje en een busje traangas dat Ploegstra altijd in het zijvak van zijn portier bewaarde. Verder staat het dashboardkastje open en ligt een onderhoudsboekje scheef op het deurtje, alsof iemand haastig iets heeft weggegrist. Wat doet de auto hier, onbemand, op deze verlaten plek midden in de polder? Wat heeft zich hier afgespeeld dat de merkwaardige situatie kan verklaren? De situatie boezemt Tollenaar intuïtief zoveel angst in dat hij in zijn auto stapt en zijn vriend Hans Himschoot belt. Ook die zit bij de brandweer en is bevriend met Ploegstra. Tollenaar parkeert zijn auto zo dat hij in geval van nood meteen kan wegrijden. Hij zet de versnelling in zijn een en wacht de komst van Himschoot af. Die is er tot zijn opluchting snel. Samen doorzoeken de mannen de omgeving, maar Herman is echt nergens te bekennen. Even na middernacht komen ook de politie en een brandweerchef ter plaatse. Terwijl de BMW naar een onderzoeksruimte wordt overgebracht, zoekt de brandweerman met een warmtebeeldcamera de omgeving af. Als er ergens een lichaam ligt of er iemand loopt, dan geeft het apparaat dat direct aan. Maar Herman Ploegstra lijkt in rook opgegaan. De volgende dag wordt de BMW onder fel kunstlicht bekeken. En daarbij doet de politie een zorgwekkende ontdekking. In de auto zit op 5 verschillende plekken bloed. Op de handgreep aan de binnenzijde van de bestuurdersportier, op het voorste deel van de bestuurdersstoel, op het stuur, op de beschermkap van de autogordel aan de bestuurderskant en op de middenconsole bij de automatische versnelling. De wijze waarop de auto van Ploegstra wordt aangetroffen, de vondst van bloed in de auto, de persoonlijke spulletjes op straat en het feit dat Ploegstra spoorloos is verdwenen, doen het ergste vrezen. Alle reden dus om er een groot rechercheteam op te zetten, zoals dat normaal gesproken gebeurt bij het vermoeden van ernstige misdrijven. Maar in zelfs Vlaanderen niet. De politie is er niet echt van overtuigd dat er een misdrijf in het spel is en gelooft eigenlijk eerder dat Ploegstra zelf een einde aan zijn leven heeft gemaakt of misschien vrijwillig is verdwenen. Geen grootschalig onderzoeksteam dus voor Herman Ploegstra, maar slechts een klein clubje politiemensen dat de zaak verder mag uitzoeken. Met alle gevolgen van dien. Om inzicht te krijgen in de achtergronden van de vermissing probeert de politie in kaart te brengen of er gedragingen of incidenten zijn geweest die Ploegstra's plotselinge verdwijning kunnen verklaren. Uit gesprekken met zijn vrouw en collega's blijkt dat de dinsdag van Herman zijn verdwijning eigenlijk volgens een vaste routine is verlopen. Herman doet eerst graafwerk voor een rioleringsproject in Terneuzen. Tegen 5:00 wordt hij door een collega thuis afgezet. Na een kort dutje op de bank gaat hij de keuken in om voor het avondeten te zorgen. Iets wat hij gewoontegetrouw doet. Rond 6:00 gaat hij met zijn vrouw en dochter aan tafel. Daarna zet hij zijn koelbox klaar voor de volgende werkdag. Volgens zijn vrouw gedraagt Herman zich niet anders dan anders. Om ook een beeld te krijgen van het verdere verloop van de dag spreekt de recherche met mensen die 's avonds bij sportschool Way of Life in Breskens met Ploegstra hebben getraind. Maar die kunnen de politie evenmin wijzer maken. Niemand heeft de indruk dat er die avond iets was met Herman. Integendeel, vertelt zijn sparringpartner aan de recherche, Herman had voordat hij bij de sportschool wegreed op de parkeerplaats nog een grapje gemaakt. Rond 9:45 was Herman weggereden. Hij ging rechtsaf de Duivelshoekse weg op richting buurtschap nummer 1. Een gehucht met 40 huizen en ongeveer 100 inwoners. Wat is er daarna gebeurd? Hoe kan het dat Herman Ploegstra op bijna letterlijk een steenworp afstand van de sportschool ineens is verdwenen?
Gezien het late tijdstip, de duisternis en de afgelegen locatie lijkt de kans op getuigen klein. Toch spreekt de politie wat mensen die iets opmerkelijks hebben gezien op de Duivelshoekseweg. Zo vertelt een kennis van Ploegstra dat er rond dat tijdstip vanuit Breskens een donkere auto keihard aan was komen rijden, mogelijk een Audi A6. De snelheid lag volgens de getuigen rond de 200 en dat op een natte en donkere polderweg waar je maar 80 mag. Even later zag de getuige de BMW van Ploegstra langs de weg staan. Heeft de bestuurder van deze donkere auto misschien iets te maken met Ploegstra's verdwijning? Dan meldt zich een vrouw met een bijzonder verhaal. Tussen 9:30 en 22:00 had ze een man zien staan midden op de weg met naast zich een koffer of een bak. De man was volgens haar zo'n 1,80 meter en droeg donkere kleding. Ploegstra was 1,85 en had die avond donkere kleren aan. Was hij het soms die de getuige zag staan? Tot slot spreekt de politie een man die rond 9:50 bij het terrein van het waterschap ook de auto van Herman Ploegstra zag staan. Hij dacht aan een sanitaire stop en had er verder weinig aandacht aan geschonken. Wel was hij behoorlijk zeker van het tijdstip. Omdat ook Hermans sparringpartner verklaarde dat Ploegstra rond die tijd bij de sportschool was weggereden, gaat de politie ervan uit dat hij daar vandaan linea recta naar de Duivelshoekseweg een kilometer verderop is gereden. Om daarna in het niets op te gaan. Wat hebben deze getuigenissen te betekenen? Hebben ze überhaupt wel iets te betekenen? Of zijn het dwaalsporen? Ze brengen de politie in ieder geval niet dichter bij het antwoord op de vraag wat er die avond met Herman Ploegstra is gebeurd. En ook een aantal andere ontdekkingen die de politie doet en die mogelijk te maken hebben met zijn verdwijning roepen meer vragen op dan antwoorden. De politie doet een paar ontdekkingen die mogelijk te maken hebben met de verdwijning van Herman Ploegstra. Er blijken papiergeld en een bankpasje te zijn verdwenen uit zijn portemonnee die naast de BMW op de grond lag. Wat nog wel in de portemonnee zit, zijn twee krantenknipseltjes van een geweldsdelict uit 2007. Het gaat over een uit de hand gelopen ruzie in de privésfeer, waarbij Herman door zijn eigen schoonvader was belaagd. De aangifte die hij destijds tegen zijn schoonvader deed, vindt de politie terug in Hermans werkkraam. Het akkefietje met zijn schoonvader is van 3 jaar geleden. Toch droeg Herman spullen over deze zaak nog steeds bij zich. Had hij daar een speciale reden voor? In Hermans werkbus ontdekt de politie iets in een schrijfblok. De eerste blaadjes zijn weggescheurd, maar op het eerstvolgende onbeschreven blad is een doordruk te zien van een eerder geschreven tekst. Om te achterhalen of de tekst van Herman Ploegstra afkomstig is en wat hij dan heeft geschreven, stuurt de recherche het blok voor onderzoek naar het NFI. Mysterieus is ook dit vreemde symbooltje dat Herman op de keukenkalender op de datum 21 september 2010 heeft getekend. De politie heeft geen idee wat ze ervan moet denken. En minstens zo raadselachtig is deze cryptische notitie van Herman die wordt aangetroffen in zijn werkkraan. Wat noteerde hij hier? Speelde er in zijn leven misschien iets op de achtergrond waar de buitenwereld geen weet van had? Om antwoord te krijgen op die vraag probeert de politie zich een beeld te vormen van de persoon Herman Ploegstra. Maar wie denkt dat de oplossing daarmee dichterbij komt? Herman Ploegstra wordt op 1 november 1974 geboren in Nederhorstenberg. Hij is de jongste van 3 broers uit een traditioneel gereformeerd ondernemersgezin. Net als zijn broers kiest hij voor een loopbaan in het grondverzet en volgt hij een opleiding tot kraanmachinist. In juli 1994 liet hij bij een tractor-pooling-festival Sandra uit het Zeeuwse IJzendijken kennen. De twee krijgen een relatie en trouwen in 1999. 3 jaar later wordt een dochtertje Anouk geboren. Wat was Herman voor een echtgenoot?
Het was een zorgzame echtgenoot. Een maken dat alles in orde kwam. Heel alles regelen van zullen we dit zo of zullen we dit zo. Heel wel aanhankelijk. Van San, vind jij het goed, dan doen we het ook zo. En heel perfectionistisch. En hoe was jullie gezinsleven op het moment dat hij verdween? Ja, volgens mij toch wel de gewone regelmaat, net zoals anders. Huisje, boompje, beestje. Herman vindt werk als kraanmachinist bij H4A, een wegenbouwbedrijf uit Sas van Gent. In zijn vrije tijd duikt hij bij een club in Breskens en bezoekt hij regelmatig een sportschool in dezelfde plaats. Ook sluit hij zich aan bij de vrijwillige brandweer in IJzendijken. Herman was echt een leuke, joviale man. Een beetje nuchtere Amsterdammer, zei ik altijd. Hey, Amsterdammer, hoe gaat hij? Je kon er altijd op rekenen. Alles deed hij tot en perfectie. Bij de brandweer uitrukken, alles moest perfect zijn. Zo ook het materieel, zo ook zijn thuis. Herman leidt dus een keurig en doodnormaal leventje, zo lijkt het. Ja, met een nadruk op lijkt. Want als de politie getuigen hoort uit de omgeving van Herman, moet het beeld van toegewijde echtgenoot en vader toch behoorlijk worden bijgesteld. Want achter de man die ogenschijnlijk een regelmatig huiselijk bestaan leidde en die erg traditioneel in zijn opvattingen kon zijn, blijkt ook nog een andere Herman Ploegstra schuil te gaan, die het ineens wat minder nauw nam met bepaalde principes. Dat was Herman Ploegstra, de bon vivant van Petit Paris. De man die maar al te graag de bloemetjes buiten zette. Zonder dat de thuisfront dit wist. Het wordt de recherche duidelijk dat Herman al jaren een dubbel leven leidt. Aan de ene kant is hij een hardwerkende, trouwe huisvader die er altijd voor zijn gezin is. Maar intussen is hij ook een onverbeterlijke rokkenjager. Zo erkennen zijn brandweermaten een jaar na zijn verdwijning. Rokkenjager zozeer, eigenlijk wel. Maar ook als je ergens binnenkwam en daar was dan vrolijk schoon, dan contact was er bijna altijd. Want ja, het was ook een knappe kerel. Dus ja, die had ook veel bekijks natuurlijk. En dat vond hij zelf ook wel prettig. Ook op het moment van zijn verdwijning heeft Ploegstra een minnares met wie hij elke week stiekem op een afgelegen parkeerplaats afspreekt. Vanuit zijn kraan voert hij vaak lange telefoongesprekken met haar. Deze andere kant van zijn persoonlijkheid houdt de IJzendijker krampachtig voor zijn gezin verborgen. Maar zijn naaste vrienden en een aantal collega's weten wel hoe de vork in de steel zit. Hij vertelde dat soort dingen ook wel aan jou? Ja, ik wist er eigenlijk bijna alles van. Ja, want je moest hem ook wel eens een beetje een alibi geven, niet? Ik heb hem al een keer een alibi gegeven, ja. Dan dacht zijn vrouw dat hij voor de brandweer weg was en ondertussen zat hij bij een vriendin. Ja, klopt. In de jaren voor zijn verdwijning heeft Ploegstra meerdere buitenechtelijke relaties. Ondanks de moeite die hij doet om die voor zijn vrouw verborgen te houden, wordt Sandra meermalen geconfronteerd met geruchten over zijn ontrouw. Maar Herman ontkent de affaire steeds. En gelooft hij hem? Hij was heel joviaal. Ik zei ook altijd wel tegen hem, kijk, zulke praatjes krijg je wel doordat je best wel heel joviaal bent. Maar hij zei altijd, ja, zo ben ik gewoon. En als de mensen het willen vertellen, ze doen. Maar ik ben gewoon zo joviaal. Ik verander daar niet in. Of het nou komt door de spanningen die dit geheime liefdesleven met zich meebrengt, of er iets anders, de politie concludeert aan de hand van getuigenverklaringen dat Herman Ploegstra in de periode voor zijn verdwijning niet helemaal lekker in zijn vel zit. Herman sukkelt met zijn gezondheid. Hij slikt pillen voor een hoge bloeddruk en ontstekingsremmers voor een infectie in zijn voet. Het valt mensen op dat hij er opgeblazen uitziet en hij lijkt ook ergens over te tobben. Tijdens het avondeten was hij vaak, dan zag je in zijn oogblikken dat er iets was. En dan vroeg ik ook van, wat is er dan, her? Ja, jij altijd met, wat is er? Er is helemaal niks. En in de laatste week is hij ook s'nachts een schuil wakker geworden. En toen zei ik van, je bent aan het huilen. Nee, dat is geen waar. En dan s'morgens heb ik het hem nog eens gevraagd. Ik zei, je werd huilend wakker. Ja, dat was helemaal geen waarheid. Dat heb je wel gedroomd. Een aantal maal maakt Herman ogenschijnlijk toespelingen op zijn eigen dood.
Als zijn verjaardag, 1 november, dichterbij komt, zegt hij tegen Sandra: ik word 36, maar zal altijd 35 blijven. Wanneer er bij de brandweer personeelsfoto's worden gemaakt, zegt hij: die is mooi voor op mijn kist. En als een collega hem voor het volgende jaar een nieuwe werkkraan in het vooruitzicht stelt, zegt Herman: ik weet niet of ik dat nog meemaak. Het zijn uitspraken waar niemand op het moment dat Herman ze deed een diepere betekenis aan toekende. Maar achteraf, nu Herman vermist wordt, vragen mensen uit zijn omgeving zich af of Herman misschien toch depressief was en zichzelf mogelijk van het leven heeft beroofd. Zelfmoord is een optie waarmee de politie eigenlijk al vanaf het allereerste moment rekening houdt. En het is een veronderstelling die er niet zwakker op wordt als het NFI de handgeschreven tekst weet te ontrafelen die in het kladblok van Herman Ploegstra werd aangetroffen. Volgens het NFI is het handschrift zeker van Herman Ploegstra. Het is een nogal onsamenhangende tekst. Ploegstra schrijft letterlijk: na al die tijd ben ik vorige week achter je karakter gekomen. Ik geef om je, maar niet op zo'n manier. Nu wordt de tijd alleen zoeken en kan geen kant op. En jij wordt koppiger, zo gaat het niet. En een ander gaat nou, en dan nog. Hoewel dat niet direct uit de inhoud blijkt, vermoedt de politie dat Herman oefende op een afscheidsbrief. Zelfmoord dus. Het is iets wat de mensen uit zijn directe omgeving nauwelijks kunnen geloven. Dat vind ik absoluut niet waarschijnlijk. Ik heb ook de avond zelf, toen de politie ter plaatse kwam, kwamen er twee agenten en de ene agent zei tegen mij: ja, dat komt alles vaker voor, dat is dan een zelfmoord. Nou, ik zei: nou, dat is geen zelfmoord dit. Absoluut niet. Ik zei: daar leg je niet zo je spullen neer. En dat is niet Herman is niet de persoon om dit te doen. Het was gewoon een levensgenieter. Alles op vakantie, ergens naartoe, ja, daar genoot hij van. Als Ploegstra al een einde aan zijn leven zou hebben gemaakt, dan heeft hij ondanks de schrijfoefeningen uiteindelijk toch geen afscheidsbrief voor zijn dierbaren achtergelaten. Hij zou er bovendien een einde aan hebben gemaakt zonder dat iemand uit zijn omgeving heeft gemerkt dat hij het leven niet meer zag zitten. Hermans huisarts zegt niets af te weten van depressieverschijnselen. Ploegstra slikt in ieder geval geen antidepressiva. En er zijn meer omstandigheden waardoor een zelfmoord onlogisch lijkt. Nou, dit is dus de plek waar Hermans auto onbemand werd aangetroffen die nacht. Stel nou eens dat Herman inderdaad zelfmoord heeft gepleegd. Dan moet dat dus hier ergens in de omgeving zijn gebeurd. Zonder vooraankondiging, zonder afscheidsbrief achter te laten. Dat kan op zich, maar vraag blijft dan toch: waar is dan zijn lichaam gebleven, hier in the middle of nowhere? De vrienden van Ploegstra, die 's nachts naar hem op zoek zijn gegaan, hebben direct de hele omgeving afgezocht. Zelfs daar, aan de andere kant van de dijk, langs de Westerschelde. Een van hen had een warmtecamera bij zich en heeft deze meegenomen naar de waterkant van de Westerschelde. Het was toen, net als nu, laag water en het moest dus heel goed te zien zijn of er iemand op het drooggevallen slik heeft gelopen of niet. Aan weerszijde van de trap heeft men uitvoerig gezocht naar voetsporen. En die laat je in het zachte slip ook echt wel achter. Dus als er iemand hier naar beneden is gegaan, dan moest dat te zien zijn. Je laat hier wel degelijk diepe voetsporen achter die niet zomaar verdwijnen. Dus als Herman hier te water is gegaan, dan had men dat moeten zien. Maar er werden geen voetsporen aangetroffen. En wat er natuurlijk ook nog vreemd is: stel nou dat hij toch de vaargeul heeft weten te bereiken en dat die voetsporen niet gezien zijn. Waarom is zijn lichaam dan nooit boven water gekomen? Ook latere zoekacties in de dagen na de verdwijning van de politie en brandweer met speurhonden, duikers, lijkhonden en een helikopter met warmtesensoren hebben geen enkel spoor opgeleverd. Hoewel de politie aan de ene kant sterk hinkt op de gedachte van zelfmoord, blijft het aan de andere kant toch onverklaarbaar dat er helemaal geen spoor meer van Herman Ploegstra is gevonden. En dat is iets wat je als zelfmoordenaar toch nauwelijks in de hand hebt. De psychische gesteldheid van Herman Ploegstra kan ook op een ander scenario wijzen dan zelfmoord.
dat van een vrijwillige verdwijning. De politie vindt enkele aanwijzingen die voeding geven aan die theorie. Zo is er de getuige die op de avond van de verdwijning een man met een koffer op de Duivelshoekse weg zag staan wachten. Was dat Herman Ploegstra? Ook spreekt de politie mensen die beweren dat Ploegstra wel eens kon dromen over een bestaan in een ver en warm land. Volgens een broer zou hij ooit hebben gezegd: als de grond hier te heet wordt onder mijn voeten, vertrek ik naar Aruba. Tijdens een vakantie op dat eiland in augustus 2010... en dus 2 maanden voor zijn verdwijning, zou de IJzendijker nog hebben gemijmerd over een verhuizing naar de Antillen. Is hij er dan zelf tussen uitgeknepen? Heeft hij zijn verdwijning in scène gezet en alle schepen achter zich verbrand? Is hij zonder zijn dochtertje, op wie hij zo dol was, zomaar een nieuw leven begonnen? De politie onderzoekt ook dit scenario, maar loopt al snel vast. Onderzoek naar de harde schijf van Ploegstra's computer levert geen informatie op, en er komen ook geen andere voorbereidingen aan het licht voor een vertrek naar het buitenland. Verdwijnen kost geld en je hebt spullen nodig, paspoort, kleding, noem maar op. Is daar iets van gebleken? Nee, geld is er niet verder opgenomen. Zijn paspoort was gewoon thuis. Zijn rijbewijs zat gewoon in zijn portemonnee. En ik heb zelf naderhand zijn werkbusje nog nagezocht en daar lag nog geld in. Dus als je vrijwillig zou vertrekken, zou je dat geld ook wel meenemen. Wat is er toch met Herman Ploegstra gebeurd? Bij een ongeluk of een zelfmoord zou zijn lichaam inmiddels moeten zijn gevonden. Maar dat is dus niet het geval. Ook de theorie dat Ploegstra er zelf vandoor is gegaan lijkt niet erg waarschijnlijk. Want nog los van het feit dat Ploegstra's paspoort thuis lag, is er eigenlijk geen enkele concrete aanwijzing die in deze richting wijst. Bovendien lijken de feiten en omstandigheden op de vindplaats van Ploegstra's BMW zelfmoord, een ongeluk of een vrijwillige verdwijning te weerspreken. Het bloed in de auto, de wijze waarop de auto tot stilstand is gebracht, de manier waarop Ploegstra's persoonlijke bezittingen werden aangetroffen. Dat alles wijst meer in de richting van een misdrijf dan iets anders. En er zijn meer aanwijzingen voor een misdrijf. Zo vertellen verschillende getuigen dat Herman in de periode voor zijn verdwijning melding maakte van een aantal bedreigingen. Herman zou hebben verteld dat hij een paar keer hinderlijk was gevolgd. Er zou een dreigbrief onder de ruitenwisser hebben gezeten en zelfs een keer een kogel. Hij zou van een onbekende klappen hebben gehad in een café. En een paar keer zou een van de banden van zijn werkbus zijn lek gestoken. Maar vreemd genoeg heeft geen van de mensen die Herman hierover in vertrouwen nam zelf iets van deze bedreigingen gezien of gemerkt. Ze weten dan ook niets over het waarom van deze bedreigingen. Wat bovendien merkwaardig is, is dat Ploegstra nooit aangifte van deze incidenten deed. Herman was niet zo'n hele grote prater daarover. En als er iets naar vroeg of je sprak hem erop aan, tenminste wat hij zei, het is goed hè. Maar geloofde je die verhalen wel? Ik bedoel, kijk, het is hier niet Amsterdam. Nee, het is hier zeker niet Amsterdam, maar ik geloofde ze wel. Waarom? Omdat er toch, ja, de manier hoe hij het vertelde, zoiets verzeten ook niet. Ook zijn vrouw Sandra moest maar raden waar de bedreigingen vandaan kwamen. Zelfs over een dreigbrief die Herman had gevonden, deed hij uitermate vaag. En toen zei ik van, ja, waar is die dan? Een dreigbrief doe je niet weg. Dat is bewijs. Ik ben van niemand bang, zei hij altijd. En dan ben ik de andere dag nog naar de voetbal geweest om te kijken of het in de prullenbak de brief lag. Niks te vinden. Hoewel niemand dus daadwerkelijk iets heeft gemerkt van de bedreigingen, kan het busje traangas in zijn auto erop duiden dat Herman zich tegen iemand wilde verdedigen. Maar tegen wie dan? Hij had geen schulden. En uit niets blijkt dat hij actief was in het criminele milieu. Zou zijn geheime en roerige liefdesleven dan misschien iets met zijn verdwijning te maken hebben? Uit de getuigenverklaringen blijkt in ieder geval dat zijn populariteit hem weliswaar veel vriendinnen opleveren, maar niet altijd evenveel vrienden. Het vele schuinsmarcheren levert Herman Ploegstra hier in de Zeeuwse contreien zelfs een bijnaam op. Herman Poepstra. Het is een naamsverbastering die is ontleend aan het Vlaamse woordje poepen.
waarmee, anders dan bij ons, de geslachtsdaad wordt bedoeld. Ploegstra, Poepstra. Het is een bijnaam die misschien lachwekkend overkomt, maar waar in de omgeving van Herman Ploegstra zeker niet iedereen de lol van inziet. Sterker nog, het overspelige gedrag van Ploegstra zorgde ervoor dat een aantal mensen zijn bloed wel kon drinken. De recherche onderzoekt of het geheime liefdesleven van Herman Ploegstra mogelijk iets met zijn verdwijning te maken heeft. Er komt al snel aan het licht dat Ploegstra in de periode voorafgaand aan zijn verdwijning een gecompliceerde en heftige buitenechtelijke affaire heeft. Na eerdere liefjes als Miranda en Joyce is hij nu vol van ene Suzanne, een kapster uit Terneuzen. De romance tussen de twee bloeit op in de zomer van 2009. Ze leren elkaar kennen op een bedrijfsfeestje. Herman raakt tot over zijn oren verliefd. Maar ook Suzanne is getrouwd. Notabene met een van Hermans collega's bij H4A, Han. Herman en Suzanne doen er alles aan om een relatie voor hun echtgenote verborgen te houden. Om elkaar stiekem te kunnen bellen en sms'en koopt Herman een extra telefoon. Deze geheime poeptelefoon, zoals zijn brandweercollega's de GSM gekscherend noemen, bewaart hij in de kraan, in zijn werkauto of ergens in de garage thuis. Hij heeft hem in ieder geval zo min mogelijk op zak. Herman en Suzanne treffen elkaar meerdere keren per week op een stille parkeerplaats bij buurtschap nummer 1. Die ontmoetingen zijn vaak na werktijd, wanneer Herman zogenaamd is sporten of duiken. Hermans vrouw Sandra heeft aanvankelijk niets door van Hermans affaire. Maar Han, de man van Suzanne, ruikt wel onraad. In oktober 2009 controleert hij de sms-berichten op de telefoon van zijn vrouw. Een ervan is duidelijk afkomstig van een minnaar die zijn berichtje afsluit met een niet mis te verstaan: ik hou van je, ook al zit je in Milaan. Als Han vervolgens via internet de belhistorie van zijn huisaansluiting bekijkt, zakt de grond onder zijn voeten weg. Er blijkt veelvuldig te zijn gebeld naar de afzender van het sms'je, maar ook naar een telefoonnummer dat hij herkent als werktelefoon. En meestal zijn die telefoontjes 's ochtends vroeg gepleegd, als Han net van huis is. Han pakt zijn telefoon en belt de afzender van het sms'je. Alsof het opgenomen hoort hij een bekende mannenstem. Herman. De stem van zijn collega Herman Ploegstra. Eind november 2009 koopt de gekwetste Han een prepaid telefoonkaart, speciaal om Ploegstra's vrouw per sms anoniem over de affaire in te lichten. Zich uitgevend voor een goede vriendin stuurt hij haar het volgende berichtje. Beste Sandra, we zijn nu al jaren vriendinnen, maar dit kan ik echt niet voor me houden, ook al zal ik later de gebeten hond wel zijn. Ik weet zeker dat Herman een relatie, verhouding heeft met die kapster uit Terneuzen. Haar man weet ervan. Doe geen domme dingen, ik bel je nog wel. Sandra kan haar ogen niet geloven als ze het tekstbericht over Suzanne en Herman leest. Ja, wij kenden hem persoonlijk, ja. Ik had echt zoiets, een relatie, kom op. We waren daar verder best wel samen mee weg geweest. Nee. Je kon het niet geloven? Nee. En hij ontkende? Tuurlijk, ja, stellig. Ja. Vind je achteraf niet dat je op dat punt te naïef bent geweest? Dat zou wel. Liefde is blind zeker. En ik heb iemand vertrouwd die ik 16 jaar ken, maar toch wel niet helemaal niet goed kende. Herman krijgt van zijn vrouw nog het voordeel van de twijfel, maar het huwelijk van collega Han en Suzanne overleeft de affaire niet. In januari 2010 gaan ze definitief uit elkaar. Suzanne wil dan verder met Herman, maar die blijft op zijn beurt van twee walletjes eten. De relatie tussen Herman en Suzanne sukkelt hierna verder en er zijn steeds vaker spanningen tussen de twee. Het is enkele weken voor de verdwijning van Herman, in het najaar van 2010, als bij het gezin Ploegstra midden in de nacht de telefoon gaat. Herman neemt op en krijgt een man aan de lijn die hem uitscheldt voor hoerenloper. Herman verbreekt direct de verbinding, maar even later, om 1:15, gaat de telefoon weer. Nu dreigt de beller hem zijn kop van de romp te slaan.
Herman herkent de stem direct. Het is zijn collega Han, de ex van zijn minnares Suzanne. Han is op dat moment al 10 maanden gescheiden en heeft zelfs een nieuwe vriendin. Reden genoeg, zou je denken, om over de ergste woede heen te zijn. Maar kennelijk zit het bedrog van zijn collega hem nog steeds hoog. Zat het er misschien zelfs hoog genoeg om hem wat aan te doen? In dat geval is het mogelijk dat de bon vivant à Petit Paris het slachtoffer is geworden van een klassieke crime passionnel. Tijdens ons onderzoek naar de verdwijning van Herman Ploestra is het Han zelf die meerdere malen contact met ons opneemt om over de zaak te praten. Maar als Peter in Zeeland een afspraak met hem heeft, laat Han daags voor de ontmoeting per sms weten van het gesprek af te zien. Peter belt hem op. Met Peter de Vries. Ja, goedenavond. Ja, hallo. Hallo. Ik heb je gemist. Ja, dat kan ja. Ja, dat viel me wel een beetje ja. We hadden een afspraak staan. Nou ja, daar ben ik op teruggekomen. Dat was duidelijk. Ja, nou dat vind ik wel een beetje typisch. Je hebt onszelf benaderd. En wij gaan dan onderzoek doen en dan haak je zelf af. Ik zie gewoon niet het nut van hem. Nee, maar goed, dan had je die afspraak even na moeten komen. Dan had je daar misschien wel het nut van ingezien. Nou, ik moet jij mij eens uitleggen waarom ik wel het zou moeten doen. Nou, om jouw rol wat toe te lichten en om helderheid in de zaak te brengen. Dat lijken me twee belangrijke dingen. Waarom heb jij nou die telefoontjes nog gepleegd, zo 's nachts? Ik zag het zo, hij zat in mijn huis. Daar. Alles was nog bij. Dus dan heb ik wat biertjes gedronken natuurlijk. En dat schoot me in het verkeerde keer had. Dus en toen heb ik hem eens opgebeld. Ja. En zo is dat gewoon. Maar dat is eigenlijk al maanden nadat die relatie was begonnen. Jij had zelf inmiddels ook alweer een nieuwe relatie. Zat het je dan nog zo hoog? Ja, dat zat me nog hoog, ja. En dat was al maanden later dat je belde. Dat snap ik wel, maar het was toch een schop in de rug. En dan durfde net hij nog het lef om in mijn huis, waar alles was nog van mij, en dan met mijn ex aan de hal te gaan daar. Ja. Nou, dat zat me helemaal niet lekker. Nee, daar was je boos over. Ja, nou ja, dat is kort uitgedrukt, hè. Ja, maar goed, als je zegt dat is kort uitgedrukt, was je dan ook in staat om hem iets aan te doen, om hem eens even flink mores te leren? Nee, dan niet. Maar ja, ik was natuurlijk wel een, ik had een paar biertjes op. Dus ik was erg boos, ja. Ja, maar zou je... Toen heb ik gebeld natuurlijk. Zou je, als je een paar biertjes op hebt, hem wat aan kunnen doen? Ja, niet meer, hè. Maar heb jij iets te maken met die verdwijning van hem? Weet je daar iets van? Ik weet er helemaal niks van. Echt niet. Ja, zo. Nee, ik weet er niks van. Je hebt er ook helemaal niet te maken. Je hebt ook niemand gevraagd om iets te doen? Nee, ik heb niemand daar niet gevraagd, nee. Peter gaat ook langs bij Suzanne, de minnares van Herman. Wat zou zij te zeggen hebben over de boosheid van haar ex en haar affaire met Ploestra? De kapster wil niet in beeld, maar staat Peter wel te woord. Volgens Suzanne was de relatie met Herman op het moment van zijn verdwijning al over het hoogtepunt heen. Herman maakte gewoon zijn eigen keuzes, wat ik prima vond. Hij was verliefder op mij dan ik op hem. Maar uiteindelijk zou hij gewoon bij Sandra blijven. Dat was heel duidelijk voor mij. Over de vreemde gedragingen van haar ex Han zegt ze... Het heeft hem natuurlijk enorm dwars gezeten. Maar ja, ik denk dat iedere man dat al heeft als zijn gezin uit elkaar valt. Natuurlijk ben je dan verdrietig. Je bent altijd boos op die persoon. Dat moet slijten. Of het overspel van Suzanne en de reactie van Han een rol hebben gespeeld bij de verdwijning, blijft dus de vraag. Han beschikt in ieder geval wel over een alibi. Hij sliep die nacht bij zijn nieuwe vriendin. Wel wordt een ander mysterie opgelost. Het mysterie van het cryptische tekstje dat de politie in het werkboek van Herman Ploestra had aangetroffen.
Hermans vrouw Sandra helde dit op. Zij vertelt de recherche dat het de datum, het telefoonnummer en de tijden zijn dat ze 's nachts wakker waren gebeld. Herman had dat volgens zijn vrouw opgeschreven omdat hij zijn werkgever erover wilde inlichten. En dan Hermans zogenaamde afscheidsbrief. Nu zijn moeizame relatie met Susanna aan het licht is gekomen, kan ook die in een ander daglicht worden geplaatst. Hoewel de politie neigt naar de gedachte dat de afdruk een oefening was voor een afscheidsbrief, lijkt het er meer op dat het een brief van Herman aan Susanna is geweest. Wilde Herman wellicht de gecompliceerde relatie beëindigen? Wat ook een raadsel is, is waar de geheime telefoon is gebleven, die Herman speciaal voor zijn contacten met Susanna had aangeschaft. Deze zogenaamde poptelefoon is net als Herman tot op de dag van vandaag spoorloos. Vreemd vindt ook Susanne. Ik weet zeker dat Herman zijn geheime telefoon en enkele foto's van mij in zijn kraan bewaarde. Als Herman onverwacht iets is overkomen, wie heeft die spullen dan weggehaald? Of zou iemand dat hebben gedaan om Sandra te sparen? Uit de historische belgegevens blijkt dat na Hermans verdwijning niet meer met de telefoon is gebeld. De telefoontjes die er daarvoor mee werden gepleegd zijn allemaal verklaarbaar. Als collega Han dus niet achter de verdwijning van Herman Ploegstra zit, dan is de vraag wie dan wel? Er is één man die de speciale aandacht van de politie verdient. En dat is Prudent Buik. Niemand minder dan de schoonvader van Herman Ploegstra. De naam van Buik valt in het onderzoek net iets te vaak. En dan zeker niet in de context van bezorgd familielid. Volgens getuigen botert het al heel lang niet tussen Buik en zijn schoonzoon. Sterker nog, het overspelige gedrag van Herman Ploegstra zou ertoe hebben geleid dat Buik zijn schoonzoon Herman wel kon schieten. En dat heeft hij jaren geleden ook al eens bijna gedaan. De 62-jarige Prudent Buik staat bekend als een man met nogal ouderwetse opvattingen over de rolverdeling binnen een gezin. In het dorp kent men hem als een goede vent, maar vreest men zijn kwaaie dronk. Zijn drankgebruik leidt geregeld tot conflicten, ook met zijn schoonzoon. Bij een van die conflicten op nieuwjaarsdag 2007 loopt de situatie zelfs volledig uit de hand. Prudent treft zijn vrouw die middag niet thuis aan en vermoedt dat ze wegens een echtelijke ruzie eerder die dag naar het huis van Herman en Sandra is gevlucht. Hij belt Herman en dreigt: als mijn vrouw niet voor 5 uur thuis is, dan kom ik samen met een paar mensen langs bij jouw huis en maak ik jou en je vrouw kapot. Niet veel later staat Buik inderdaad voor de deur. Hij trapt een ruit in en vliegt Herman letterlijk naar de keel. Sandra vlucht met kleine Anouk naar de garage en dekt haar oortjes af. Ploegstra doet officieel aangifte tegen zijn schoonvader, die daarop wordt aangehouden. Dat het goed menens was, blijkt wel uit het feit dat Herman de politie vertelt dat hij een vuurwapen tussen de broeksband van zijn schoonvader heeft gezien. Buik ontkent echter dat hij een wapen bij zich had. Toch worden later bij een doorzoeking van zijn huis een .22 revolver en munitie aangetroffen. Buik moet op 7 februari 2007 bij de politierechter in Middelburg verschijnen. En daar wordt de zaak duidelijk niet als een huis-, tuin- en keukenakkefietje afgedaan. Prudent krijgt 241 dagen gevangenisstraf opgelegd, waarvan 200 voorwaardelijk. De politie vindt uit dat de krantenknipsels uit Hermans portemonnee dus te maken hebben met deze zaak. De vraag is alleen: waarom droeg Herman deze knipsels dik 3 jaar na het incident nog steeds bij zich? Was dat zomaar? Of was er recent iets voorgevallen met zijn schoonvader, waardoor de zaak weer voor hem was gaan leven? Er zijn in het dossier diverse aanwijzingen dat de breuk tussen Herman en zijn schoonvader niet zorgde voor rust in het gezin van Ploegstra. Integendeel, Herman en zijn schoonvader hadden duidelijk een problematische relatie.
Volgens Sandra verdacht Herman zijn schoonvader van de eerdere bedreigingen. Prudent zou uit zijn geweest op wraak, omdat hij door Hermans aangifte in de gevangenis was beland. Bij de politie verklaart Sandra dat Herman er rekening mee hield dat Prudent een van zijn contacten uit het criminele milieu zou inschakelen om hem wat aan te doen. En zelf sluit ze ook niet helemaal uit dat haar vader iets met de verdwijning te maken kan hebben. Zo blijkt uit haar getuigenis bij de politie. In haar eerste verklaring direct na de vermissing zegt ze: ik acht mijn vader ertoe in staat dat hij iemand inhuurt om voor hem een klusje op te knappen. Ik bedoel hiermee om Herman aan te pakken. Ook Buik's echtgenote Paula houdt rekening met betrokkenheid van haar man. Sterker nog, als zij en Prudence 's nachts op de hoogte worden gesteld van de verdwijning, vraagt ze hem op de man af of hij er iets mee te maken heeft. Zijn antwoord was kort en vaag geweest. Wat denk je wel? Buik's echtgenote vertelt nog meer aan de politie. Ze zou hij met een slok op hebben gezegd dat hij er drie van kant gaat maken. Mijn tijd komt nog. Ik ga het niet zelf doen. Ik heb geld genoeg. Niet bepaald geruststellende teksten. Heeft Prudent dan misschien toch een mannetje op Herman Ploegstra afgestuurd om die oude rekening te vereffenen? Hoewel er genoeg reden is om Prudent hierover eens aan de tand te voelen, wordt hij bij de politie uitsluitend gehoord als getuige. Hij zegt niets met de verdwijning van zijn schoonzoon te maken te hebben en heeft een waterdicht alibi. Hij was in de nacht van de verdwijning bij zijn vrouw. Verder onderzoek naar het doen en laten van Prudent komt er niet. Na het horen van een aantal getuigen en wat oppervlakkig onderzoek stopt het recherchewerk al een maand na de verdwijning. Het toch al zuinig opgebouwde rechercheteam wordt ontbonden en het dunne dossiertje belandt wegens gebrek aan aanknopingspunten in de la. Maar waren die er echt niet of is er gewoon niet goed naar gezocht? Het laatste lijkt het geval, want als Peter het dossier bestudeert komt hij al snel tot de conclusie dat een aantal zaken zeker niet tot op de bodem is uitgezocht en dat terwijl daar alle reden toe was. De politie onderzocht bijvoorbeeld niet of Buik werkelijk iemand heeft ingeschakeld om Herman wat aan te doen, zoals hij volgens zijn vrouw en dochters hebben gedreigd. Ook wordt duidelijk dat de politie een aantal dubieuze types uit Buik's vriendenkring niet heeft gehoord. Types die in het onderzoek door de getuigen wel meerdere keren worden genoemd en niet in positieve zin. Eén van die zware jongens is de Belg Mario T., een oud collega van Prudent, maar ook iemand met een indrukwekkend strafblad. Mario T. staat bij justitie te boek als fysiek gevaarlijk en gewapend. Iemand die jarenlang in België als discoportier heeft gewerkt en ooit judo-kampioen John Heijboer uit Breskens het ziekenhuis insloeg. Saillant detail, deze Heijboer is ook al jaren spoorloos, vermoedelijk door een conflict in de drugsfeer. Ook saillant, Heijboer heeft 14 jaar geleden een kortstondige affaire gehad met Hermans minnares Suzanne. Hoewel niets wijst op een verband, is het natuurlijk wel frappant dat een vrouw twee keer te maken krijgt met de raadselachtige verdwijning van een minnaar. Suzanne beaamt dit in het gesprek met Peter, maar benadrukt dat er geen enkel verband is. Dit is puur toeval. Ik heb in 1996 maar 3 maanden iets met John Heijboer gehad. Het was eigenlijk nauwelijks een relatie. Toen hij in 2005 verdween, was ik al 6 jaar getrouwd. Over de verdwijning van Herman zegt ze nu: omdat die telefoon en foto's uit Hermans kraan zijn verdwenen, heb ik nog een tijd gedacht dat hij zelf de hand kon hebben gehad in zijn verdwijning. Maar nu we een jaar verder zijn, ben ik bang dat hij toch niet meer leeft. Over haar eigen rol zegt ze: ik ben ervan overtuigd dat de verdwijning van Herman niets met mij of onze relatie te maken heeft. Ik heb het zelf nu losgelaten en weer een nieuw leven opgebouwd. Maar voor Hermans dochter hoop ik echt dat de zaak wordt opgelost. Terug naar Mario T. Hermans vrouw vertelt de politie dat Prudent zijn Belgische vriend op 1 januari 2007... de dag dus waarop hij Ploegstra naar de keel vloog, 3 keer heeft gebeld. Zoals blijkt uit de telefoonnota van Buik. Later zou duidelijk worden dat hij de Belg speciaal had gebeld met het verzoek zijn schoonzoon eens een lesje te leren. T. had er echter geen gehoor aan gegeven.
In plaats daarvan belde hij Herman op om hem over de plannen van zijn schoonvader in te lichten. Zo besluit Sandra haar verklaring bij de recherche. Als dit klopt, was Prudent toen dus al uit op genoegdoening. Maar de politie vindt het kennelijk niet zwaar genoeg om dit uit te pluizen. Mario T., met wie Prudent volgens zijn vrouw ook in de weken rond de verdwijning veel belde, wordt zelfs niet gehoord. Peter is wel benieuwd naar wat Mario T. te zeggen heeft. Hoe verklaart hij bijvoorbeeld dat zijn naam opduikt in het dossier Ploegstra? En wat heeft de Belg te vertellen over Prudent Buik? Jij hebt een goed contact altijd gehad met zijn schoonvader, hè? Met Prudent. Ja, met Prudent, ja, Prudent, ja, ja, ja. Nou, ja, we hebben eigenlijk samen gewerkt vroeger. En nou is het zo dat ik heb gehoord dat jij nog met Prudent contact gehad hebt, omdat hij ruzie had met zijn schoonzoon, hè, met Herman. Ja, daar ja, heeft hij een keer ooit ruzie mee gehad. Maar toen... hoe was dat dan juist? Dan is hij in de gevangenis geweest, Prudent, dacht ik. Ja, hey? Maar hij heeft toen... Had hij eigenlijk mijn naam gebruikt. Van ja, ik wil Mario erbij, maar we zijn collega's. Hey? Maar ik ben ook altijd portier geweest. En daarmee, ja... Mijn naam is er zoiets van dat de mensen misschien schrik hebben of zo. En, maar dat heeft hij mijn naam toen al een keer gebruikt. En wat heb je tegen Prudent gezegd hierover? Van dat moet je niet meer flikken? Of waarom heb je dat nou gedaan? Wat, ik ken er niet veel over gezegd. Maar ik heb dan gezegd, zei ja, ik zei mijn naam. Allee, ja, dat heb ik gewoon op het werk gezegd, zei mijn naam. Ik heb dat niet graag dat je mijn naam misbruikt, verstuit. Want dan kom ik in een slecht daglicht. Ondanks dat er niks mee te maken heeft, verstuit mij. Ja, want jij hebt natuurlijk toch wel een... je bent wel iemand met een bepaalde reputatie, hè? Je hebt ook een strafblad, toch? Of niet? Ja. Maar ja, goed, ja. Ja, dat is van in de jonge tijd, hè. Dat doe je nu niet meer? Nee. Mario geeft dus toe door Prudent te zijn benaderd om te bemiddelen in een privé-kwestie, maar zegt er verder niets mee te hebben gedaan. Wat zou Buik zelf over zijn opmerkelijke verzoeken aan de Belg te zeggen hebben? Tijd om de IJzendijker daar eens zelf over aan het woord te laten. Peter zoekt hem thuis op. Weet u wat opvallend is? Dat de eerste gedachte van uw eigen dochter en uw eigen vrouw was dat u er iets mee te maken heeft. Maar dat is niet waar. Wat is niet waar? Dat ik er iets mee te maken heb. Nee. Maar wat vindt u ervan dat uw eigen dochter en uw eigen vrouw in een eerste opwelling zeggen... Daar kan Prudent wel eens mee te maken hebben. Dan is het toch fout, hè, dochter. En u heeft hem ook wel echt bedreigd, hè? Nee, dat is niet waar. En een ruitje ingeslagen? Dat is wel waar. Ja. En er is ook een wapen aan te pas gekomen... Dat had ik 6 jaar niet meer gebruikt. Nee, maar je bent daar wel voor veroordeeld, hè? Ben ik wel voor veroordeeld, ja. En dat was toch geen kinderachtige straf? Nee, dat klopt. En dan uw vrouw en uw dochter, die zeggen dan toch zomaar tegen de politie van... Nou, wij dachten eigenlijk dat hij ermee te maken had, dat hij een mannetje erop afgestuurd had. Maar dat is niet waar. Ik heb nooit met iemand over contact gehad. Nooit. Nou, toch is het zo dat uw schoonzoon Herman benaderd is door een zekere Mario T. Die kent u wel, hè? Die ken ik. En Herman is door hem benaderd met het verhaal dat u hem had gevraagd om Herman eens even flink moorders te leren. Nee, dat is ook geen wat. Toen dan mevrouw er van deur gegaan is, dan denk ik waar zit, waar is mevrouw? En toen heb ik gezegd, als jij niet oplost, zou ik het laten oplossen. Ja, precies. Wat wist u er nou van dat Herman allemaal vriendinnetjes had? Daar wist ik helemaal niks van. Maar ja, u bent toch niet gek? Het is hier een dorp en er werd over geroddeld. Er werden grapjes over gemaakt en had zelfs een bijnaam. Ja, dat klopt. Maar had u nooit dat idee van nou, die rommelt met andere vrouwen? Nee. Als u dat geweten had... Ja, dan was dat anders geweest. Wat had u dan gedaan? Nou, dan was ik misschien ook een keer naartoe gestapt. Ja? En dan hadden er wel klappen kunnen vallen, of niet? Misschien. Ja?
Eerst praten. Maar als die niet wilde luisteren, dan... Ja. Kunt u uw kleindochter recht in de ogen kijken en haar zeggen van... Ik heb hier niks mee te maken. Ik weet hier niks van. Ik ben hier niet bij betrokken geweest. Dat kan ik zweren. Zweert u maar. Oh, Rechtsnaald. Sorry. En wat zegt u dan? Ik heb er niks mee te maken. Niet? Nul. Ook niet indirect? Nee, niet. Niks. U weet er ook niet van? Nee, echt wel niet. Herman Ploegstra verdwijnt van het ene op het andere moment van de aardbodem. Zijn vrouw en dochtertje blijven vertwijfeld achter, vol verdriet en met veel vragen. De gedachte dat haar vader wel eens achter de verdwijning van haar man kan zitten, heeft Sandra losgelaten. Maar hoe kijk je er nu tegenaan? Denk je dat je vader daar de hand in heeft gehad? Nee, achteraf gezien denk ik niet. Van, voor mijn vader is dan ook alles. En stel dat hij Herman iets zou aandoen, dan weet hij dat hij daar Anouk ook heel veel verdriet mee zou aandoen. En Anouk is ook gewoon zo alles. Zodat dat bij Herman ook was. Ja. Dus het moet ergens anders zitten? Lijkt mij wel, maar de vraag is wat? Geloof je zelf nog dat Herman leeft? Ik weet het niet. Maar ik denk na bijna een jaar niks van hem te hebben vernomen. Ik weet het niet. Heel moeilijk. Ik denk niet dat hij zomaar kan weggaan en zijn dochter achterlaat. Nee. Hoe is het nou met Anouk? Op zich gaat het best wel redelijk, naar omstandigheden. In het begin was het natuurlijk hartverscheurend. Waar is mijn vader? Zoekt de politie wel hard genoeg? Ik wil papa vasthouden. Ja, en het verdriet van je eigen kind, dat verscheurt je. Ja, hoe erg de waarheid ook wezen mag, hoe schokkend het lot van Herman Ploegstra misschien ook is, zijn vrouw en dochtertje hebben zo'n onheilstijding nog liever dan die alles verterende, nooit ophoudende onzekerheid. Daar is niet mee te leven. En daarom moet de verdwijning van Herman Ploegstra ook worden opgelost. Een vrijwillige verdwijning? Nee, ik geloof het niet. Daar was hij de man niet naar. Zelfmoord? Zeer onwaarschijnlijk. Daar wijst vrijwel niets op. Een misdrijf dan? Ja, dat is eigenlijk het meest voor de hand liggende scenario. Maar hoe? Wie? Waarom? En als het een misdrijf is, kan het bijna niet anders, of mensen moeten daar iets van af weten, iets hebben gezien of gehoord. Als u iets weet over Herman, zijn leven, zijn problemen of zijn contacten, laat ons dat dan weten. Doe het voor zijn dochtertje Anouk. Zij heeft het recht te weten wat er is gebeurd. En als u iets weet, meld dat dan via onze website peterrdevries.nl. Op deze website kunt u ook alle bijzonderheden over deze zaak nog eens teruglezen. En u weet wat ik altijd zeg, u heeft nooit een alibi om te zwijgen als u iets weet. Als u benieuwd bent wat deze uitzending en oproep opleveren, volg mij dan op Twitter, waar ik morgen heet van de naald de oogst aan tips bekend zal maken. Dit was onze uitzending van vanavond. Volgende week zondag zijn we er weer. Zorg dan dat u klaar zit, dan heeft u altijd een alibi. Tot dan.